sleep gehad? Zodat je nog wat over hebt voor de wedstrijd. Ik ben hier niet alleen om mee te rennen, maar ook om verslag te doen natuurlijk. En ik ben buitengewoon nieuwsgierig hoe de andere mensen zich hebben voorbereid. Zelf heb ik vanochtend, ben ik om 5:30 opgestaan, heb ik een bord spaghetti carbonara gegeten. Van gisteravond nog, maar dat was nog prima te eten, denk ik, hoop ik. En ik heb allerlei energierepen bij me, jelletjes, sportdrankjes. Ik heb vitaminepillen, magnesium, Dextral Energy, Snickers, Mars, Nuts. En ik ben benieuwd hoe die andere mensen zich hebben voorbereid. Want zeker in dit rondje is helemaal geen rondje. Je loopt eigenlijk naar het einde van de bosbaan. En dan draai je om en dan loop je weer terug. Dus als je halverwege stuk zit, dan sta je aan het einde en er is helemaal niks. Ja, bos. Dus het is zaak om hem helemaal af te maken. En zoals ik altijd zeg, de line is at the finish line. De finish is at the finish line. Dat zeg ik altijd. Ik merk dat ik wat nerveus word, wat gespannen, dus ik zet de microfoon even uit en ik ga me even concentreren. Ja? Ik ga nu mijn nummer halen. ik heb me lang geleden opgegeven, dus nou, dat komt wel goed. Ik denk dat mijn nummer vooraan in de bak staat. Oh, nou, dat ging gesmeerd. Ik heb nummer 66, ik heb 4 speltjes, ik ben helemaal warm en ik word aangereden. Nee hoor, hey, Anton, collegaatje. Ja, doen we ook. BNR Nieuwsradio, ook op dit evenement. Hartstikke goed, hey, leuk, BNR ook. Wat ga je lopen, hoeveel? 5 kilometer. Heb je hard getraind? Ja. We hebben met de afdeling hebben we 1 keer in de week hebben we getraind. Bootcamp en lopen. Ja, en tussendoor nog een keertje s'avonds eventjes. Dus wel redelijk fanatiek. Gisteren pasta gegeten? Nee, eergisteren. Oh, eergisteren. Hoe heb je je voorbereid? Ik train het hele jaar door. Oh, je bent echt een hardloper? Ja. Want er lopen je ook mensen tussen dat je denkt, nou. Evenement. Ja. 10 hoop ik. Hoop je? Is de eerste keer? Is de eerste keer, ja. Nou, ik heb wel vaker gelopen, maar ik heb een hele tijd niks gedaan. Dus het is weer even inkomen straks. Slecht voorbereid? Ja, slecht voorbereid. Ja. Ik heb nu maandag heel hard gerend en woensdag heel hard gerend. En dat is niet de beste voorbereiding. Overtraind? Ja, overtraind. Het gaat helemaal mis. Hoeveel ga je lopen? 10. Meneer? Meneer. 10 meneer? 10 meneer. En hoe lang ga je erover doen? Maar jij komt als eerste binnen, want jij doet de 5. Ja, daarom. Daarom ga ik ook de 5 doen. Pasta eten, vroeg opstaan, veel trainen. En als ik dan hoor, ja, ik zie het wel. Kan je mij vertellen hoeveel mensen er meedoen dit jaar? We hebben 850 inschrijvingen. En dat zijn er 130 meer dan vorig jaar. En het merendeel doet de 5 of de 10, of is dat een beetje verdeeld? Nee, dat is wel keurig verdeeld. Ik kan alleen zeggen, er doen er maar 12 mee aan de halve marathon. Er zijn een paar wikkels, maar zoveel zijn het er dan ook weer niet. Ik heb namelijk een hele korte broek aan. Dus maar even. Dank je. Zo. Op. Ja hoor, kan weer. Zo. Nou, het enige wat ik nog moet doen is mijn schoenen aan. Ik ben warm. Ik heb mijn nummer op. Ik heb er zin in. Ik ben een beetje nerveus. Maar ik heb speciaal deze broek aan. Want het schijnt sneller te lopen. Dan heb je met de luchtstromen. Het is fantastisch. Nou, voor de rest, ik ben helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Once in a lifetime. Finance Run 2018, dat komt maar 1 keer. Oh, 10 kilometer, dat is een end, hè? Tegen de wind, dat was pittig en die pasta carbonara, die ik geef niet op, nooit opgeven. Ging het? Nou, het was best warm.
Warm? Had je geen last van de wind? Nee, ik had op de heenweg zoiets vanaf de terugweg heb ik wind mee, dus dat is mooi. Kom je naartoe om een persoonlijk record te rennen? Is het niet gelukt? Alhoewel, het is wel mijn persoonlijk record van vandaag, maar niet van altijd. Dus, aan de andere kant, het is de Olympische gedachte. Belangrijker is meedoen dan winnen. Winnen is belangrijker dan winnen. Winnen is belangrijker dan meedoen. Ik ga nu lekker naar huis. Dan ga ik een herstelbad nemen. En dan ben ik er volgend jaar weer bij, want vond ik te gek. Ik had het niet willen missen. Ik heb nu al zin in volgend jaar.